Ik zit gewoon te janken hier. Fucking 2:38. Wel echt heel erg blij. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het? Het gaat hartstikke goed met mij. Ik voel de beentjes wel een beetje. En er zitten hier wat blaren. Maar het gaat hartstikke goed verder. Je ziet er goed uit. Ja, ik heb ook wel aardig geslapen. En ik mag ook niet klagen over gisteren. Ik heb een topdag gehad. Ik ben 133ste geworden. Van de, wat is het? 12, 13.000 of zo? Nou, daar mag je niet over klagen. Gerben dankt zijn supersnelle tijd aan een goede voorbereiding, waarvan hij de laatste dagen voor de marathon verslag deed bij RTV Rijnmond. En die laatste paar dagen loop ik niet veel meer, maar des te meer let ik op eten. De juiste voeding tot je nemen is heel belangrijk. Ben je blij dat je daar nu vanaf bent? Dat je weer gewoon lekker alles kan eten? Nou, dat vind ik wel lekker hoor. Gisteravond ook een klein biertje naar binnen gewerkt. Niet te veel, want dat is heel slecht voor het herstel. Hè? We moeten natuurlijk nu wel zorgen dat de benen goed herstellen. Dus ik kan weer een beetje relaxed leven. Over zijn benen hoeft hij zich volgens mij helemaal geen zorgen te maken. Hij loopt als een kievit de trap op en weer af om zijn medaille te laten zien. Kijk, dat is hem. Mooi dingetje. Hè? Ik moet wel toegeven, ik ben in het begin misschien iets te snel van start gegaan, waardoor ik vooral in het Kralingse Bos, ja, zag ik toch wel een beetje, ging het een beetje naar beneden. Maar ja, ik heb alsnog genoten en dat publiek langs de kant, joh, echt. Dan ga je spontaan weer sneller lopen. Dit was vast niet de laatste keer. Nee, kan nog sneller, toch?